SJC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Novens Accountants en Hogevorst Electro. Bombari bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op de Lage Weg. Ook is het de laatste wedstrijd van onder andere Timo Ruigrok en Frans van Niel. Trainer Marcel IJzendoorn gaat de mannen tot het uiterste drijven om direct de handhaving binnen te slepen. Ruigrok. De Haas daar helemaal vrij. De Haas moet 1-0 binnenschieten zou je zeggen, maar hij weet hem over te krijgen. Handige voetbalt hier van de mannen van Zwift. Maar Mark Turk zit ertussen. Turk ziet daar Duindam. Duindam kan Van Tricht wegsturen. Van Tricht 1-op-1 op de keeper. Van Tricht met een volley, maar recht op de keeper af. Dat is natuurlijk geen moeilijke bal. Hogevorst. Bal wordt weggekopt. Ruigrok met het schot. Maar die wordt gepakt van dichtbij zou je zeggen. Maar Reno van der Meer met een geweldige redding. Ruigrok. Hogevorst wint daar het kopduel. Van Tricht daar sterk. Max de Haas. Een mogelijke hoek. Een geweldig schot. En van dichtbij daar Tom Duindam. Maar die schiet tegen Van der Meer op. Vanaf 2 meter schiet Duindam hem op Van der Meer. Hogevorst weer met de corner. Weer wordt hij weggekopt. Mark Teur kan de bal opnieuw inbrengen. Ruigrok. Bal bij Wisseling. Wisseling met het schot. Maar die gaat raken links over. Korte terugspeelbal van Mark Turk. Die moet lang. Kan er worden onderschept. Herwijnen. Herwijnen met Groot. Herwijnen zonder Groot. Ziet daar Burgers vrij staan. Maar recht in de handen van Hogevorst. Wisselink. Met een hele mooie bal. Van Tricht. Maar die wordt afgestopt. De bal mag er maar niet in bij SJC. De corner van Hogevorst richting de handen van Van der Meer. Van der Meer. Met een goede uittrap. Die stuurt daar Gemmel weg. Gemmel met de bal achter de verdediging. Groen 1-op-1. Groen maakt hem af. 1-0 Zwift. Een goede bal van Gemmel achter de verdediging en Groen kan hem afmaken. Wisseling met de vrije trap. Vertelt wat er gaat gebeuren. Die bal gaat langs alles en iedereen en die zeilt er zo in. Was dit de bedoeling? Het maakt helemaal niks uit, want het staat 1-1. Niemand raakt die bal aan en Van der Meer staat daar helemaal verkeerd. Van Oosten met de verre inworp. Brabander brengt hem nog één keer voor. Hogevorst, maar die bal wordt gered. Het mocht niet vandaag voor SJC. De wedstrijd eindigt in 1-1 en de SJC handhaaft zich. Marcel, van harte gefeliciteerd. Enerverende wedstrijd, wat is jouw zicht hierop? Ja, zeker enerverend en dankjewel voor de felicitatie. Ik vind dat we de laatste 1-2 maanden echt ergens naartoe hebben gewerkt. En het is er eigenlijk iedere week niet uitgekomen. Niet tegen Ajax thuis, niet tegen Huizen uit. Waar we gewoon echt nog 200-300% kansen kregen. En hier denk ik dat we vergeten na rust 1-0 te maken. Ballen van de lijn en dan sta je opeens 1-0 achter. En we wisten dat de tussenstanden bij de andere velden gunstig waren. Maar ja, je weet dat er ook in 2 minuten tijd ergens een goal kan vallen. En dan, of 2 doelpunten. En dan ben je tot die na-competitie verplicht. En, we zijn erin blijven geloven.
En ik denk het geluk dat we de afgelopen 6 weken niet hebben gehad. Die zat allemaal in die vrije trap, denk ik. Nee, fantastisch natuurlijk. Wat is je beeld van het hele seizoen gebleven? Een enorme opluchting op dit moment, maar verder? Nou, het seizoen is heel makkelijk samen te vatten. Waar wij de pech hebben gehad dat er 5 basisspelers al ergens in september, oktober stopten. En ik ben misschien te eigenwijs geweest door in de winterstop te zeggen dat ik met deze ploeg en met deze selectie er heel makkelijk in zou blijven. Dus we hebben er niemand bij gehaald en we hebben met dit groepje gedaan. En op de laatste speeldag lukt het gelukkig. Maar ik had nooit verwacht dat Mark Turk 3 maanden geblesseerd zou raken. Wesley Haasnoot, Frans half teert, Ruigi half dat. Dus we hebben met heel weinig spelers hebben we ons weten te handhaven. Maar ik moet ook toegeven dat er heel veel jongens, Thijs, Ferry, Timo Heemskerk, en dan vergeet ik er misschien een paar. Die hebben ook aangesloten en die hebben fantastisch klaargestaan voor de eerste groep. Dus uiteindelijk is het wel echt een teamproces hoe we met 15 man erin zijn gebleven. Compliment aan jou, compliment aan het team en de club. En nu op naar een rustige zomer eventjes. Nou ja, het is, als je vandaag het bokkie was geweest, had je tegen de laagst geclasseerde in 2-I moeten spelen. Je moet er niet aan denken als je dan nog 2-3 weken door moet. En verliezen is gelijk gedegradeerd. Het zijn do-or-die wedstrijden. En dat blijft ons bespaard. Dus ik denk van de week nog 1 keer gezellig trainen. En dan even 3 weken gas eraf en even bijkomen.